Zo komt het er straks allemaal uit te zien. Hier stroomt gewoon de IJssel en daar komt die hoogwatergul. We staan nu hier. Er is nu geen water. We kunnen nu graven en werken. En straks gaat hier een heleboel water doorheen stromen in de hoogwatergul. Ruimte voor de rivier houdt in dat er op zeker 34 plekken in Nederland wordt gewerkt aan het creëren van extra opvangruimte voor water als er heel veel water stroomt in het hoogwaterseizoen. Stel we zouden hier niks doen en ze gaan hier de grond afgraven om meer ruimte te maken voor dat water. Ja, dat is niet goed voor de pijlers. Die worden dan instabiel. Dus die zijn we aan het verstevigen met een heleboel beton. Een betonnen sok die wel 18 meter diep de grond ingaat. Als ProRail vinden we het heel erg mooi dat we mee mogen werken aan iets wat heel belangrijk is voor Nederland. Namelijk een goede waterhuishouding, een waterbeheersing. Nou, de spoorbrug die maakt nu onderdeel uit van dat project. En wat daarin heel belangrijk is, is dat we zorgen dat het werk veilig gebeurt en dat de treinen gewoon kunnen blijven rijden.